Dat je een probleem in de wereld ziet, dat ook in Nederland een, een thema zou gaan worden, waterschaarste. Ik zag daar een oplossing voor. Hij had een glansrijke televisiecarrière achter de rug en uh, was niet meer van plan om een nieuw bedrijf te beginnen. Hij werd zelfs omroepman uh, van het jaar, maar toen liep hij tegen een oplossing van een wereldprobleem aan. En nu is hij weer vol aan de bak, Arthur Valkiezer. En hij is mijn gast. Welkom bij ZVD-TV. Arthur, van harte welkom. De Hydroloop, daar gaat het allemaal om. Uh, um. uh, maar meteen beginnen met waar het om draait. Wat is de Hydroloop? De Hydroloop is een, een decentraal, dat wil zeggen in een gebouw... dat je je lichtfrontreinigde grijs water opvangt en dat reinigt en zuivert. En dan gebruik je dat water een tweede keer voor die toepassingen... waar je geen drinkwater voor nodig hebt. Dus het, Wat best veel is, dat ja, is de helft. Ja, ja. En dat is ook ongeveer de besparing die je dan doet. Ja. En jij noemt het grijs water? Ja, 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 zwart water, dat weten we, dat is rioolwater. Ah, ja. hè? En uh, uh, grijs water is je licht verontreinigde afvalwater. Als je doucht, ja. dan krijg je uh, uh, zuiver water over je heen. En twee meter daaronder is het grijs water. Ja, dat geworden. noem je grijs water. Ja, en maar dat ik... is relatief eenvoudig te zuiveren. En dat kun je dus dan uh, in je huis doen, of in een gebouw doen. Um, dat, dat idee is zeg maar gaandeweg uh, ontstaan. Neem ons eens helemaal mee naar het begin. Want ik, ik zei net in mijn introductie al, je, je was een soort van niet meer aan het werk, toch? Of tenminste, jij was al een heleboel dingen aan het doen. Maar je had een volledige carrière achter de rug, hè? Ja, ik, ben, uh, ik heb dertig jaar in de media gewerkt. Begonnen als uh, algemeen assistent, en, uh, geluidsman, cameraman. Ook nog wel een paar jaar filmacademie gedaan. Ja. Uh, marine Filmdienst en van daaruit uh, als freelance filmer gaan werken toen ik 23 was. En toen de stap naar video gemaakt. Nou ja, postproductie erbij, uh, digitaal, computeranimatie. Uh, ja. En uh, de leading televisiebedrijf in Nederland? Hebben, die zegt het, het is vrij bescheiden, maar wat nu United is, uh, dat is, dat is eigenlijk door jou opgericht, toch? Ja, ja precies. Ja. ja. Meten, uh, ja. Daar je hele leven is een beetje, het niet je hele leven, want die is nog in volle gang. Maar daarna, wat ben je daarna gaan doen, toen je? Want je hebt bedrijf verkocht, hè? Ik heb bedrijf verkocht in 2002. Um, en toen, ja, toen ben ik eigenlijk al die dingen gaan doen die je gaat doen als je je bedrijf verkocht hebt. Hè? Ja. En uh, uh, neem ons eens mee wat je dan allemaal doet als je je bedrijf verkocht hebt. Ja, ik, ik, uh, nou ja, ik, ik heb altijd een droom gehad om te leren vliegen, bijvoorbeeld. Hè? En, ja, Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Ja. Uh, dus daar, daar ben ik mee begonnen. Dus ja, ik heb nu een commercieel vliegbuffet. Uh, oh, instrument ja? rated en, en alles. Maar ja. mag je dan ook in zo'n Boeing of zo vliegen? Of alleen ja. maar in de andere? Nou, je, voor die vliegtuigen boven 1200 pond heb je een type rating voor nodig. Maar als je die type rating haalt, dus ongeveer een week, ja, ja. dan zou je in een Boeing kunnen vliegen. Hè. Ik, ik heb natuurlijk geen reden om dat te doen. Nee, 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 technisch nee. gezien. Ja. Ja. En, en Maar vlieg je veel ook zelf dan? Ja. Ja, maar heb je ook een vliegtuig? Dan? Ja, serieus. Ja, ja. Wat, wat voor vliegtuig? A Piper heb je? Meridian. Oh, ja, dat zegt mij. Ja. Ja, dat, is maar een, voor, uh, mensen... dat is een, uh, 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 een, een, een klein vliegtuig, ja. maar wel met een uh, turbinemotor en, en een drukkabine, zodat je op acht, 9 kilometer hoogte vliegt. En dan, het is een soort Porsche. Ja, je ja, kunt ja. er met z'n vieren, met z'n vijven in. En dan ga je heel hard met 500 km per uur op 8 kilometer hoogte naar Frankrijk. Precies. Ja, dus dat zijn dan van die dingen die je dan doet. Maar ja. wat ik ook heel veel hoor van ondernemers, is dan, dat, dan verkopen ze een bedrijf. En dan uh, denken ze van nou, ah, dan ga ik inderdaad, dan ga ik dit soort dingetjes doen. Ja. Maar dan gaat het al heel snel weer kriebelen. Wel ondernemers zit zo'n beetje in bloed, zeg bloed. Maar. Had jij daar, had jij dat ook? Um. Nou, niet ondernemen om het ondernemen, nee. Mm. Eh, waar ik nu met Hydroloop mee begonnen ben, dat is niet gekomen uit, uit de behoefte om weer wat te doen. Ik had genoeg te doen. Ja, ja. Uh, 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 dus dat was het niet. Maar het is veel meer dat je een, een probleem in de wereld ziet, wat eigenlijk al lang bekend was, ja. uh, dat dat uh, uh, ook in Nederland een, een thema zou gaan worden, waterschaarste. Mm -hmm. Met name dan uh, genoeg drinkwater. Mm -hmm. Ja, en, en uh, ik zag daar een oplossing voor. En ik Want was een... je daar al mee bezig met die problematiek? Ik was daarmee bezig omdat een vriend van mij had ook zoiets dergelijks ontwikkeld. Mm. En die heb ik een tijdje samen met een aantal andere mensen, die nu ook bij Hydroloop zitten trouwens, uh, 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 hebben we daaraan gewerkt. En dat, dat systeem werkte eigenlijk niet goed genoeg. En dat is toen ook gestopt. Toen heeft dat een tijdje in de koelkast gelegen. En toen in 2015, toen dacht ik. ja. Waarom doet niemand dat nou? Hè? Waarom is er nou niemand die, die, die de oplossing die zo eenvoudig is, mm -hmm. een, een stroomopwaarts uh, interventie, eh, het waterleidingbedrijf die haalt uh, grondwater omhoog mm -hmm. uh, of uh, ontzilt zeewater mm -hmm. en dan transporteer je dat over uh, kilometers, tientallen, honderden kilometers, Dan gaat het naar elk huis. Schitterend systeem natuurlijk, je draait de kraan open en er komt drinkwater uit. Ja. 130 liter per persoon per dag en 128 liter gooi je weer weg. En dat gaat dan weer via een co heel complex systeem, door allemaal leidingen, gaat het weer naar de afvalwaterzuivering. Dat kost allemaal energie en er komen steeds meer mensen en de klima het klimaat verandert. Dus er ja. wordt steeds meer water uit die aarde weggehaald en weer weggegooid. Ja. Nou... Het is dus niet van nature een mooi circulair systeem. Je ja, praat een leek, maar ja. uh, het is jouw wereld helemaal geworden. Ja. Maar het is dus niet van nature een circulair. Ik heb altijd gezegd van ja, het regent en dan gaat ja, ah, het natuurlijk, ook, dan de, de, weer terug. In de natuur is het zeker circulair. Hè? Water, uh, zeewater verdampt, daarmee ontzilt het. Uh, dat water reist. Uh, uh, in de vorm van wolken over ja. de aarde, dan valt er weer regen. Uh, 70% van die regen valt weer in, in de oceaan, dan wordt het weer zout en de rest valt op land. Dus als de mens er niet was, dan zou het prima werken. Ja, ja het heeft altijd prima gewerkt natuurlijk. Hè. En ja. natuurlijk heb je daar, uh, dat is, dat is de, de hydrologische cirkel. Nou, en wat hebben wij gedaan? We hebben een systeem aangelegd waarbij we een lineair systeem, we halen water uh, uit, uh, uit de aarde van de aarde, uh, reinigen dat, transporteren dat, gebruiken dat en gooien het weer weg. Ja. Uh, en, nou, en doordat de, de bevolking zo hard groeit, is er eigenlijk niet meer voldoende water beschikbaar om op een eenvoudige manier drinkwater van te maken. Dus het wordt steeds complexer. Ja. Dus we moeten eigenlijk meer uit die aarde halen, grondwaterniveaus dalen, zelfs in Nederland. Uh, uh, en, en door nou een circulaire loop te plaatsen in elk gebouw. Gaat dus, ga je dus aan twee kanten de zaken ontlasten. Ja. De hoeveelheid water die naar dat gebouw toe moet ja. en de hoeveelheid water die daarna weer gezuiverd moet gaan ja. worden. Maar dat, uh, dat bedrijfje dat op een gegeven moment hield dat op, dat was een soort voorloper van, ze we ja. even noemen. En toen ben je volgens mij ben je zeg maar, letterlijk in een soort garage zijn dingen, In de garage gebeuren al de mooiste dingen. Want hoe ontwikkel je dan ja, zo'n nou, product? Ja, ja, uh, kijk, ik ben begonnen waar het andere gestopt was. En alleen ik ben, het, ik ben me gaan verdiepen in internationale normen en standaarden. Ja, ja. Daar ben ik mee begonnen. Eerst me gaan inlezen. En, uh, en toen kwam ik erachter dat je uh, moet voldoen. Dat is ook best logisch natuurlijk. Voldoen aan bepaalde criteria. Qua mm. veiligheid en volksgezondheid. Mm -hmm. Dus je moet een bepaald kwaliteitsniveau halen als je dat water zuivert. Mm. Nou, ik ben begonnen met waar het andere uh, was gestopt. In de hoop dat ik daar al dichtbij zou zitten. Maar toen bleek dat eigenlijk alles niet goed was. Nou ja, toen had ik eigenlijk meteen op dat moment kunnen stoppen. Hmm. Maar dat zit niet in mijn aard. Uh, dus, ja, maar maar, 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 maar hoe, hoe ga je? Want jij bent geen wetenschapper, je bent geen scheikundige. Je bent, hoe, hoe kom je aan je kennis dan om, die, om dan te zeggen, ik ga door en ik ga verbeteren. Op basis van welke kennis? Hoe kom je aan die kennis dan? Nou ja, dat, dat is natuurlijk de mooie van deze tijd. Die kennis die zit in, in je telefoon ja. Ja, of in, in je computer. Hmm. Dus op het moment dat je. Uh, gaat zoeken en je weet wat je wil vinden, ongeveer, ja, dan, dan, dan is het een ontdekkingsreis. Ja. En zo heb ik stap voor stap uh, uh, het proces opnieuw uh, gedefinieerd. En, en, en gaan testen in de garage en gaan samenwerken met een lab. En ook met NSF, dat is een Amerikaanse standaardisatieorganisatie. Ah, okay. ja, ja. En uh, ja, in, in, in een jaar tijd had ik uh, voor elkaar wat ik voor elkaar wilde hebben, technisch gezien en dat was een waterzuiveringssysteem zonder filter. Dat was de uitdaging die ik mezelf had gegeven. Met filters is het niet zo moeilijk. Alleen die filters die vervuilen en dan heb je onderhoud nodig. Ja, ja, en dat ja. gaat nooit werken. Hoe kun je het zonder filters dan? Nou ja. Dat is dus de. de dat is de truc. Dat is de truc. Eh, dat is het systeem wat ik ontwikkeld heb. En, en gepatenteerd heb. Ja, ja, want dat is ook. Dat was dat spannend dat als je de andere mensen bij gaat betrekken en je merkt op een gegeven moment zoiets van, fuck, dit gaat werken, dan is er ook een risico dat er natuurlijk een slim gastje in de lab zegt van, hé, hey, wacht even. Ja, dus dan moet je voorzichtig, dan moet je mee uitkijken. Ja. Hmm. Hey, en je deed het niet alleen. Nee. Uh, samen met Sabine, Stuiver heet ze, Ja. Maar ja. dat is ook je partner privé, toch? Ja, absoluut. Hoe is dat? Ja. Ja, dat is ook dat is ook organisch ontstaan. Ik was natuurlijk uh, in de garage aan het uh, aan het knutselen, zal ik maar zeggen. Ja. En, uh, letterlijk ook in de garage. Ja, letterlijk in de garage. Ja. En, uh, ja, en op een gegeven moment, toen ik natuurlijk de techniek voor elkaar had, toen moest er een product ontworpen worden. Ja. En ik heb natuurlijk uh, een audiovisuele achtergrond. Ik ben uh, designer, zou je kunnen zeggen, ja, fotografie, vormgever ja. en. Uh, dus ik ben daarna het product gaan vormgeven en dat is wat de hydroloop uh, geworden is ja. en toen dat kwam toen stond er natuurlijk opeens iets heel anders in de garage dan die rare uh, combinatie van tanks en leidingen en pompen waar <laughs> ik uh, een paar jaar mee bezig geweest was ja. en toen werd Sabine eigenlijk enthousiast en zij is ook ondernemer ja. en hij, uh, uh, hij heeft erg veel verstand van marketing en PR ja. dus ja geleidelijk aan is dat vanzelf ontstaan en zijn we samen de wereld in gegaan om twee verhalen te vertellen. Uh, uh, enerzijds de kracht van decentraal water recyclen: dat het echt een hele sterke, simpele, krachtige oplossing is. om dat wereldwijde waterprobleem op te lossen. Mm -hmm. En ten tweede ons product als voorbeeld, hoe je dat dan kan doen. Ja. Hoeveel, uh, je zegt een paar jaar. noem het even RD. Uh, ja. Kostte dat heel veel geld ook? Of viel dat dan nog mee? Ja, uh, ja kostte dat geld? Kijk, uh, uh, als, je in, als je bij een bedrijf werkt... en we hadden natuurlijk ook al een paar mensen in dienst... dan moet je jezelf een salaris geven. Ja. Uh, maar dat salaris betaal je dan niet uit. Je betaalt alleen de belasting over dat salaris... want die moet je dan wel afdragen. En zo probeer je de kosten zo laag mogelijk te houden. En alles zelf doen. Ja. Uh, dus toen uh, die eerste jaren in de garage... Was het, uh, 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 ja, God, het heeft het wel een paar ton gekost. Ja. Dat is aan, 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 aan labkosten en dat soort dingen. En daarna moest natuurlijk het product ontwikkeld worden. Dat heeft alles bij elkaar ook wel weer tonnen gekost. Mallen maken. Ja. En toen moesten we de wereld in. Ja. Dus toen zijn Sabine en ik naar 26 beurzen geweest wereldwijd... <laughs> om steeds datzelfde verhaal te vertellen. Het Hoe is, is net... dat dan dat jij dan met, je met een soort van levenswerk daar staat... en al die gasten die lopen daar langs je standje... en uh, ja. oh, dat lijkt me zo moeilijk. Ja, 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 je moet een beetje een plaat voor je kop hebben natuurlijk. Hè. <laughs> ja, want uiteindelijk, you prove yourself right. Want op een gegeven moment komt daar een soort van doorbraak, volgens mij. Dat dat op een gegeven moment een hele belangrijke prijs is uitgereikt, toch? Ja, precies. Ja. Ja. En, ja, we waren op de 27 e beurs waar we stonden, dat was in Las Vegas. De CES, dat is de ja. allergrootste consumentenproducten show ter wereld. Ja. En daar stonden wij op een standje van 2 bij de 3. <laughs> met de Hydra Loop. jullie tweeën en de Hydra Loop en standje Ja, overigens als onderdeel van de delegatie van TechLeap met 50 bedrijven, innovatieve bedrijven uit Nederland onder aanvoering van Prins Constantijn. Ja. Stonden we daar, ja, en daar wonnen we vier awards. Waaronder het allerbeste product van de hele show. In Las the Vegas. best of the best. The best of the best. Ja, en dat, en dat, in een andere categorie had Samsung gewonnen met zijn foldable tablet. En ja, dus dat, dat was echt. Hè, na jaren duwen en duwen en duwen en duwen en duwen en nog een keer duwen. Opeens sloeg het om. En de de e-mailbox explodeerde. Uh, we waren op televisie in NOS journaal om acht uur uh, bij ja. de wereld draait door, maar ook in Sydney, uh, ook in Johannesburg, alle kranten. Dus in één keer uh, ja, kwam het los van Push naar Pool. Dat, dat gebeurde. En er. en even voor duidelijkheid, dat de Hydroloop Loop 1.0 noem ik het maar even dan. Ja. Op dat moment was die echt al foolproof en klaar. Ja, en die draaide al, die ja, draaide ja, al. Installeerde. Al, ja. Maar dan krijg je ook orders waarschijnlijk. Precies. En dan? Dan kom je in een andere fase terecht. Uh, ja, nou ja, dan. Uh, we, we leverden al, we, we, we bouwden al. En uh, in in een fabriek, ja. in, uh, in, in, er staat nu in Emmen. Uh, natuurlijk, dan krijg je meerdere. Ja, hek, je wordt opeens een, een, een mini-multinational. Ja. Uh, we hebben het ook. Alles wat je eigenlijk geleerd wordt om niet te doen, dat zijn wij gaan doen. Je gaat Zoals? natuurlijk niet. Nou ja. Normaal gesproken moet je heel veel moeite doen om wereldwijd bekendheid te krijgen. Jullie kregen hem instant. Het was een instant. En ja. ja, dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen, ja, dat komt ons niet zo goed uit. We uh, doen eerst Nederland. We, we doen eerst Nederland. Dat gaat niet gewoon. De, 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 de commerciële waarde van die publiciteit die we hadden gehad was miljoenen, miljoenen. Als je dat wil gaan organiseren met, met campagnes, dan moet je heel veel geld uitgeven. Dus, ja, dus we zijn inderdaad begonnen uh, om internationaal te gaan leveren natuurlijk niet in elk land, maar in die landen waar de omstandigheden zodanig zijn dat er vraag is naar uh, hydroloop mm -hmm. en dat er ook mensen ook het budget hebben. Ja ja, want even uh, voor de duidelijkheid, wat kost een ding voor de consument als ik stel dat ik er morgen zou willen? 4000 euro. Oké. Okay. En zijn dat ook de verkoop je echt zeg maar B2C of verkoop je ook aan weet ik veel woningcorporaties of aan zeg maar op grotere schaal? Want hoe ziet ja, de verkoopstrategie eruit? Nou, dat uh, uh, we willen natuurlijk niet het, het mooiste voor ons is om te verkopen aan projectontwikkelaars, ja. uh, of bouwbedrijven. Uh, en we hebben een partnernetwerk met zo'n uh, ruim 130 partners wereldwijd okay. ja. die onze producten verkopen. En we hebben het hele, helemaal zodanig ingericht dat we die mensen supporten bij het, uh, uh, ja. uh, uh, bij het plaatsen en het verkopen. Ja, ja, dus je doet het via een partnernetwerk. Ja, hè? en, en nou ja, toen we natuurlijk begonnen, ja, dan ga je eerst kijken ja, welke landen en welke regio's zijn dan interessant. Eigenlijk doe je dat zonder dat je daar nou uh, zo heel veel verstand van ja. hebt. Hè? Dus dan ga je denken, ja, Midden-Oosten, daar is weinig regen. En, uh, Australië, uh, Zuid-Afrika, uh, Denemarken, daar is water heel duur. Hè? En uh, zo, zo kijk je naar die markt. Dus we hebben de, het verdeeld in A, B en C landen. En zo zijn we begonnen. Nou ja, en dan gebeuren hele interessante dingen. Nieuw-Zeeland, dat was bij ons een C land... Maar daar is heel veel interesse. En daar hebben we een, een hele actieve partner. Die heeft een hele roadshow voor, door heel Nieuw-Zeeland gedaan. En er zijn, de opleiding voor loodgieters is aangepast. Daar staan we nu in. De, de, dus je, je moet dus, uh, uh, dat, dat, omdat we natuurlijk een klein bedrijf zijn, we hebben nu 50 mensen, uh, je, moet, je moet je kunnen aanpassen aan de kansen. Ja, opportunistisch zijn eigenlijk in de goede ja, zin precies. van het woord. Ja, ja, ja. ja, Maar een ander voorbeeld is Australië. Ik heb natuurlijk veel verstand van die standaarden die er over de hele wereld zijn. Ik zit zelf ook in de Europese standaardisatiecommissie schrijf mee aan, ne aan Europese standaarden en dus ook Nederlandse standaarden. Mm -hmm. Eigenlijk hadden we gezegd, ja, Australië gaan we niet naartoe, want er is daar een standaard en die is niet geschikt voor ons product. Maar Sydney Water wil heel graag. Onze producten daar verkopen. Dus nu zijn we bezig samen met Sydney Water om een nieuwe standaard te schrijven in Australië, die wel geschikt is voor ons product. Nou, en zo heeft elke regio heeft zo zijn, zijn eigen eigenschappen en zijn aandacht nodig. En wij moeten zorgen dat we daar wel mee bezig zijn, maar ook niet alles tegelijk. En dat je dat rustig. Dat ja. En in, in, in al die kansen die er zijn, en ook bedreigingen, dat je daar toch uiteindelijk je eigen pad in vindt ja. om te komen bij dat einddoel waar je naartoe gaat. En wat is dat einddoel? Het einddoel is, is dat er geen huis en geen gebouw meer gebouwd wordt... waar dan ook ter wereld, waar niet een waterrecyclingsysteem waar is. Waar dat is. precies als systeem... En ik kan me inderdaad ja. voorstellen... En dan want... wil ik natuurlijk wel een stuk van de markt hebben. Ja, hè, maar... precies, snap ik. Nee, want ik kan me voorstellen dat als, als ik het nu... Uh, als ik dan nu hoor inderdaad 4.000 euro en ik woon hier prima en ik moet zo'n als extra zo'n ding hier inbouwen en ik weet ik weet ik, weet, ik, weet, ik moet je zeker zeggen ik, zeg, ik niet eens weet wat ik aan water betaal, volgens mij is het niet zoveel. dan ze dan duurt het best wel lang voordat ik het een keer terug heb verdiend. Maar als het inderdaad wereldwijd een systeem wordt dat onderdeel is van een gebouw en dat gewoon resulteert in, want dan heb je het over schaal uh, en over waterbesparing, uh, dan wordt het een heel andere business case volgens mij. Toch? Ja, ja. Hè? Uh, 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 uh. Kijk, het is niet alleen dat je water bespaart, hè? je bespaart ook energie, je reduceert ja. je afvalwaterstroom, ja. je reduceert je CO2-uitstoot. Dus het past volledig in die transitie ja. die we als samenleving op alle niveaus moeten maken. Ja. We moeten ja, alleen, van het hele lineaire ja. denken. Klopt. En, nou, en dan heb je natuurlijk: hè, in Nederland is water nu nog goedkoop. In België betaal je tien keer zoveel voor ja. water en afval. Maar water. ik heb het idee dat wij, dat de consument in het algemeen heeft dat hij aan de ene kant een warm hart, zeg maar, de, de, de wereld een warm hart toedraagt, maar uiteindelijk naar zijn portemonnee kijkt. Weet je? Dus het moment dat de zonnepanelen vrij snel zeg maar, terugverdiend worden, dan zetten we ze op het dak. Dus volgens mij werkt dat mechanisme wel heel erg toch? Ja, natuurlijk werkt dat zo. Hè. Je, je hebt natuurlijk de early adapters, die doen het uit principe, omdat, ja. ze, zich daar, omdat ze er blij van worden. Uh, maar je hebt ook de omstandigheden. Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, in Spanje, uh, is het water zo schaars dat alle natuurlijke bronnen die staan droog. Er wordt wagen met, water met vrachtwagens naar dorpen gereden, zodat ze nog water hebben. Ja. Daar, punt 1, gaat de prijs van water daarom hoog. Ja. Maar iedereen is opeens ook. Uh, voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren om dat probleem op te lossen? Ja. Nou, als je daar natuurlijk je water twee keer gaat gebruiken, dan kun je vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel. en het, het feit dat dat water duurder wordt. Mm. kun je zelf, uh, zelf een bijdrage leveren. En je kunt je leefcomfort handhaven. Mm. Ja, want je kan ook zeggen: ja, ik ga niet meer douchen. of ik spoel het toilet niet. Ja, dat werkt ook. Mm. Maar ja, het is wel een concessie die je moet doen. Ja. En, op, en nu, doordat je natuurlijk dat douchewater en dat wasmachinewater opvangt en hergebruikt. moet je niet korter douchen. En nou, je kunt genieten van je douche, ja. van je badkamer. Ja. Met, met en een, tegelijkertijd water en energie geweten. besparen. Ja, ja. ja precies. Ja. 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 Hm. Wat zijn de groeipijnen met name geweest? Omdat jij zeg maar, na heel lang je, duwen, 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 duwen. en dan in één keer zo'n soort big bang. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er toen wat, wat dingetjes zijn, of nou misschien wel omgevallen, maar de, wat zijn de groeipijnen geweest? Nou ja, er we, 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 zijn, zijn heel veel pijntjes natuurlijk. Hè. Um, wat best zwaar was op het moment totdat dat we die doorbraak hadden, was het, was het best zwaar. Ja. 27 beurzen. Ja. En mensen vinden het wel leuk wat je doet, hè, maar je hebt eigenlijk geen, je hebt geen, geen power, zal ik het maar zeggen. Nee. Ja, en toen uh, was CIS ja, schitterend en een maand daarna kwam corona. Oh, ja. Dus toen, uh, de financiers met wie we toen spraken, de investeerders, die, uh, ja, die trokken zich allemaal terug, die waren allemaal bezig hun eigen uh, bedrijven waar ze al in zaten uh, uh, te redden of in of te kijken wat er gebeurt. Uh -huh. En nou ja, dus toen uh, uh, zijn we do toch doorgegaan. En gelukkig hebben we toen uh, een uh, paar investeerders gevonden, waaronder ook de Rabobank trouwens. Uh -huh. En ja, en daar, toen zijn we een team gaan opbouwen. En gaan doorgaan. Dus dat corona was een hele lastige. Ja. We moesten ook mensen aannemen in Amerika ja. uh, uh, via je scherm. Uh, nou ja, dat uh, achteraf gezien hadden, is dat best uh, uh, had dat beter kunnen gaan, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja, ja. Maar inmiddels hebben we er ook een heel sterk team. Ja. En, uh, dus dat was een zware tijd. Daarna weer vol gas. Hoeveel. Uh, zit, zit, er zitten zit miljoenen in inmiddels, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. En, en heb je nog een beetje zelf het heft in handen? Of heb je al heel, want zo gaat het natuurlijk dat als er, private, als er investeringsgeld in komt, dan kost dat wat. Heb je nog genoeg over? Ja, wat is, wat is genoeg? Hè? Kijk, voor, voor mij en voor Sabine, maar toch eigenlijk wel voor het hele bedrijf, is het primaire doel is dat we dat waterrecyclingsysteem van ons. En, en we hebben inmiddels meerdere producten, meerdere oplossingen voor Kleine huizen, grote huizen, grotere ja. gebouwen. Dat moet in de markt komen. En ja. we moeten ervoor zorgen dat de investeerders... die in ons bedrijf investeren... dat die ook een goed return on investment krijgen. Ja. Dat is het doel. Uh, met mij gaat het nu al goed. Dus ja. uh, uh, Zit jij anders in de... Want je hebt nu... Je hebt eindelijk twee... Zijn zeg maar businesswise heb je... De, is dit de tweede keer dat je best wel iets heel moois opbouwt? Hè? De eerste keer natuurlijk een absoluut leading merk... in de televisiewereld neergezet wat zijn impact heeft gehad... Vergelijk die twee carrières, eens. zet die eens naast elkaar. Wat, wat, is dan het grote, wat zijn de grote verschillen slash overeenkomsten? Uh, de overeenkomst is dat je altijd weerstand hebt en dat je moet volhouden. Uh, als je opgeeft heb je niks. Dus dat is de overeenkomst. Uh, het is wel totaal anders, want we zijn nu actief op een wereldmarkt. Ja. En dat uh, met de media was het toch meer, uh, nou ja, weet je. Uh, Nederland, Europa. Uh, nou met, met CDI en video CD hebben we even wat internationaal uh, ja. wat gedaan. Maar, dus nu is het een wereldmarkt en het gaat veel sneller. Uh, toen ben ik 30 jaar bezig geweest. en ja. uh, Nu zijn we vijf, zes, zeven jaar bezig. En ja, ja we, we worden wereldwijd erkend en, en uh, herkend als heel innovatief bedrijf die dingen doet waar andere mensen wel over spreken, maar wij doen het. En, uh, nou ja, en zo uh, bouwen we dat door. En ja, we, zijn ook, we zijn ook een voorbeeld voor heel veel bedrijven. Mm. Um, hè? En die gaan straks komen. Kijk, de grote bedrijven met wie wij spreken, die stappen pas in als het marktvolume er is. Ja. En wij laten nu zien dat dat volume eraan zit te komen. Ja. Je hebt een categorie geopend die er nog niet was. Eigenlijk een tak van sport die nog niet bestond, dat betekent waarschijnlijk ook dat je dan uiteindelijk de hele hut gaat verkopen aan een van de wereldwijd grote spelers, die dan op dat moment gaat instappen en meteen meters wil maken. Ja, nou, mijn, mijn ideaalbeeld zou zijn dat dat niet gebeurt. Dat <laughs> eh, het, 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 het autonoom zo sterk wordt dat wij gaan samenwerken met al die grote partijen, zodat zij onze technologie gaan gebruiken. Hmm. Want eigenlijk. Eh, eh, onze missie is dat uiteindelijk elk gebouw zo'n systeem heeft. Ja. En dat we daar de, de, de katalysator in zijn om dat, uh, om dat mogelijk te maken. En als we het dan aan één partij geven, en die gaat daar zijn, zijn positie mee verbeteren, ja. hè, dan zou het misschien financieel wel heel goed kunnen zijn. Maar ik heb liever dat we met een aantal van die partijen samenwerken parallel. Ja. Ja. Ja, dat kan dan per regio anders zijn. Ja, precies. Ben je daarmee bezig met dat soort strategieën? Of ja, is dat nog, ja? Ja. ja, dat is het leuke. Dat is het leuke om, om zoiets op latere leeftijd nog een keer te kunnen doen. Ja, je, je, leren is fouten maken. Ja, je kan wel een boekje lezen, maar uiteindelijk moet je het toch ervaren en moet je het voelen. En dan maak je diezelfde fout niet nog een keer. Ik nou, uh -huh. ben natuurlijk uh, uh, gezegend dat ik uh, tientallen jaren heb mogen ondernemen en heel veel dingen heb. Mogen doen die niet zo goed lukte in eerste instantie. Mm -hmm. Ja, en al die kennis en al die ervaring. Eh, en ook natuurlijk met, eh, met het team. want we hebben een heel sterk team als bedrijf. met die 50 mensen. Mm -hmm. ja, die, ja, iedereen die, die zet zich in. en het is niet zo makkelijk. Hè? Als het, eh, ik zeg altijd: als het makkelijk was, had dan anderen het al gedaan. Dus je moet, mm -hmm. je, moet, je moet daar doorheen. Maar het is een voorrecht om dit te mogen ja. doen. En om die kennis en ervaring. Ja. die je dan opgebouwd hebt. Ik als individu, maar ook wij allemaal als team, om dat samen te kunnen doen. Um, ik las ergens uh, de uitspraak: als je je werk als CEO goed doet, dan wordt een bedrijf volledig autonoom. Uh, dat heb jij ergens gezegd, of tenminste, dat stond in een interview. Betekent dat ook dat jij je uiteindelijk kan voorstellen dat jij je losmaakt van dit bedrijf en dat het dan doorgaat? Of hoe zie je je eigen toekomst? Um, nou, ik zie. Ik zie uh, uh, ons bedrijf nu, maar ik denk dat dat voor elk bedrijf geldt, hè, en ook naar mijn vorige bedrijven. Mm -hmm. Het is net als een kind. Je, 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 je krijgt een kind als je dat gegund is, en dan eh, ontwikkelt en groeit dat kind en dat wordt volwassen. En op een gegeven moment heeft dat kind die ouders niet meer nodig. Eh, en als, je, als ik dus mijn werk goed doe, en als wij als managementteam ons werk goed doen, dan wordt dat bedrijf een autonoom iets wat los gekomen is. Uh, van zijn ouders. Nou, in dit geval uh, zijn wij uh, met, met een groep mensen natuurlijk de ouders die dat aan het opbouwen zijn. En als we dat goed doen, dan wordt dat onafhankelijk van ons. Hmm. Ik moet natuurlijk ook naar mijn leeftijd kijken. Hmm. Uh, ik ga dit niet nog veertig jaar doen. Nee. Dan ben ik er niet meer. Nee, niet. <laughs> ik ga het niet worden. Dus ik moet dat ook, dat is ook onderdeel van het plannen en van het managen ja. van dat bedrijf, en van dat proces. Hoe helpt filosofie hierbij? Ja, enorm. Ja, enorm. Ik, uh, ik ben, dat was een van de dingen. Toen ik natuurlijk mijn bedrijf verkocht in 2002, ben ik, heb ik de tijd gehad om dingen te doen waar je anders geen tijd voor hebt. Was leren vliegen was natuurlijk leuk, zeilen was ook leuk. Uh, uh, en ik ben ook gaan lezen. Ik ben mezelf gaan ontwikkelen als mens. Ik ben geïnteresseerd geraakt in ja, die wereld om mij heen. Hoe, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? En. Ik ben uh, toch wel heel erg geïnspireerd geraakt door Spinoza... die onze grote uh, mede-Nederlander, die zijn bijna 400 jaar geleden... Uh, toch wel goed nagedacht heeft. In zijn eigen tijd niet echt geliefd door iedereen? Uh, overigens. Nee, nou ja, dat, uh, als je een innovator bent... Uh, dan, uh, dan wordt dat ook niet meteen door iedereen herkend. Uh. Hij stond wel afgebeeld op het briefje van duizend gulden, overigens. Uh. Of duizend euro, dat weet ik even niet. Dus hij, werd, hij werd wel recent in Nederland ook wel erkend. Maar dat heeft me heel erg geholpen om veel meer te zien om je heen en te ervaren hoe processen werken, hoe mensen werken, hoe ze handelen. Uh, ja, hmm. dat, uh, dat helpt ook. Ja. Um, ik wil jou heel veel um, succes en heel veel plezier uh, wensen met uh, wat je allemaal nog te wachten staat uh, in, 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 de, in de toekomstige wereld. En uh, ik vond het heel leuk uh, jou als gast ontvangen. Dankjewel. Ja. Nou, en als je staat te douchen straks, of morgen, <laughs> en je ziet dat water uit dat putje weglopen, dan op, op het moment dat je dan ook een waterrecyclingsysteem gaat plaatsen, dan gaat toch opeens, wordt dat douchen gewoon veel fijner, veel mooier. Waarvan <laughs> de acte, dank je dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar nou, weer een prachtig eh, ondernemersgesprek hier op CWD 2 Heb je zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. En voor beide kanalen geldt, abonneer je, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi!